Dit moet een goede middag voor jou zijn geweest. Rond nog even los van het resultaat. Nou ja, goed. Ik ben blij dat ik terug ben. Dat het goed gegaan is. Ik heb niks gevoeld. De reactie is ook goed na de wedstrijd. En uiteindelijk een puntje nog. Als je vlak voor tijd gelijkmaker maakt, dan moet je daar denk ik gewoon blij mee zijn. Hou je dan op zo'n middag voor jezelf het niveau dat je wilt halen? Ik ben redelijk tevreden. Alleen bij die tegengoal had ik meer druk moeten zetten om je vol mijn voorzet eruit te halen. En, tegenwoordig is dat bij ons een tegengoal. En dat moeten we dus ten koste van alles zien te voorkomen. Maar goed, dat is niet gebeurd. En ik heb geprobeerd gewoon vanuit mijn taak te voelen om mijn eigen dingen in ieder geval goed te doen. En vandaar het misschien wat ondersteunen hier en daar. Maar dan is het redelijk gegaan. Ja, het klinkt een beetje gek, maar je begint zo langzamerhand te wennen aan revalidatieprocessen, jij, hè? Ja, ik heb het al eens eerder gezegd. Mijn lichaam zet gewoon een knopje om, gaat in revalidatiemode. En dan gaan we dit weer tegenaan. En, ik heb hem nu van mijn lichaam afgekrapt, dus ik heb hem nu in de prullenbak gegooid. Maar voelt deze middag dan als een persoonlijke overwinning? Weer? Ik moet zeggen dat het voor mij meer... Ik was meer bezig met mijn rentree dan met mijn knieblessures, omdat dit was relatief kort. En vanuit mijn knieblessures was het meer van, we zien wel hoe we terugkeren en hoe snel het gaat. En nu was het 6-7 weken en dan wil je gewoon, dan moet je in principe gelijk staan. En ik denk dat redelijk gelukt is en dat we van daaruit wel zeker verder kunnen. Dan de wedstrijd. Ik proef bij iedereen dat jullie balen van de puntendeling uiteindelijk, ook al maak je laat gelijk. Ik denk dat we de eerste helft goede kansen hebben gehad om voorsprong te komen. En op één momentje kost je een tegengoal. En dan loop je achter de feiten aan. Uiteindelijk krijg je vlak na rust een goede kans via André. En in de loop van de wedstrijd krijgen zij denk ik twee hele goede kansen om 0-2 te maken. En dan is het gebeurd. En Rob houdt ons daarbij in de wedstrijd. En uiteindelijk creëer je zelf ook nog wat. En vrij trap om van het lat. En die hield Castanjas nog even tegen in eerste instantie, de kopbal van Wijnaldum. Ik weet dat hij hem kopte, maar of hij er nou wel of niet in was gegaan, dat weet ik niet. Maar goed, dat soort momenten, dat is dan heel zuur voor ons. En uiteindelijk dwing je dan toch een gelijkmaker af. En daar ben ik wel heel blij mee. Heeft Feyenoord voetballend de laatste weken de weg omhoog gevonden, vind jij? Ik denk dat er zeker nog wel heel veel voor verbetering vatbaar is. Dat we eigenlijk meer moeten durven voetballen. Maar dat heeft met vertrouwen te maken. En ik denk dat je dat vertrouwen in krijgt door punten te pakken en door een overwinning. Ik heb er alle vertrouwen in dat lukt. Er zijn heel veel momenten geweest waarvan ik in de wedstrijd dacht van we hoeven hier die bal niet naar voren te schieten. Of we kunnen dat op een andere manier oplossen. En dat is gewoon de beelden terugkijken. En, gewoon als ploeg dat uitstralen dat we dat ook kunnen. En dat kunnen we ook, dus daar moeten we gewoon heel veel vertrouwen in hebben. De volgende vraag gaan we vanaf nu elke week stellen. Wanneer teken je bij? Maak ons blij en teken bij. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat we een heel positief gesprek gehad hebben. Ik moet daar... Was gezellig met meneer Beenhakker? Was heel gezellig. Kopje koffie? Ja, zeker. ik heb al eerder gezegd. Ik moet gewoon alles... ik zal alles meenemen in mijn besluit. Ik sta zeker niet negatief tegenover om langer bij Feyenoord te blijven. Dat heb ik ook nooit gezegd. En ik zal alles voor mezelf af moeten wegen en dan zult zien. Neem je ook mee wat de bondscoach heeft gezegd van Marwijk? Dat jonge spelers die beter willen worden eigenlijk zo snel mogelijk naar het buitenland zouden moeten gaan? Ik vind mezelf nou ook niet echt heel jong meer. Maar ik weet dat hij dat gezegd heeft. Maar het is dat jij er nu over begint. En daar heb ik eigenlijk geen moment over nagedacht. Wel een mooi thema voor een actie. Maak ons blij een teken bij. Ja, nou goed. Ga jij je handtekening zetten dan of niet? Als wij 1000 of 10.000 mensen bij elkaar krijgen? Ja, ik heb sowieso al een fotokaart met handtekening voor je als je dat graag wilt. Dank je.